Het wijkfestival Schiedam-Oost is van start gegaan. Ja, wie kan je dan beter spreken als de manager van deze wijk, Marcel Kreuger. Marcel, wat gebeurt er vandaag allemaal? Ja, je kan beter vragen wat gebeurt er niet. Nee, we hebben een hele grote mix gemaakt van alles wat Oost te bieden heeft. Zowel qua informatie, dus alles wat je, waar je als bewoner van deze wijk al kennis van kunnen willen nemen. Maar ook heel veel kinderactiviteiten, de brandweer is er. Er is muziek van de troubadours. Ja, wat is er niet? Even over Oost gesproken, altijd jarenlang negatieve berichten. Maar als ik zo rondkijk, denk ik van, gaat supergoed met die wijk? Nou, supergoed is wel een heel groot woord. Want Oost heeft voert niet voor niks de rijtjes aan, in het negatieve rijtjes aan, zullen we maar zeggen, in het sociale index. Ik bedoel, het is niet altijd prettig en goed. Maar ja, het gaat ook goed. Ik bedoel, het is altijd zoals het leven is. Hè. Sommige dingen zijn niet zo goed, andere dingen gaan wel goed. Het is een beetje het verhaal van het halfvolle glas. Wat zijn nou bijvoorbeeld dingen, laten we eens goed beginnen, die goed gaan? Nou, ik denk het allerbelangrijkste wat goed gaat in de wijk is de ontzettende energie van de mensen. Ik ben hier net nu een driekwart jaar aan het werk en ik merk gewoon dat er heel veel mensen zijn die allemaal leuke dingen doen. Ze zijn met plandelen bezig, met groen bezig. Ja, dat is echt hartstikke leuk om te zien. Dus dat is het allerbelangrijkste. Wat is Oost voor wijk, Marcel? Een hele gevarieerde wijk. Het is natuurlijk een wijk waar sommige mensen het gewoon helemaal niet breed hebben. Of waar sommige mensen ook best wel in hele vervelende omstandigheden leven. Maar het is ook een wijk met prachtige singles, met prachtige gebouwen, met prachtige mogelijkheden. En vlakbij het station Schiedam Centrum. Dan toch even over de dingen die minder goed gaan. Wat kan verbeterd worden? Die raad doet heel erg zijn best, maar er ligt nog steeds vrij veel afval op straat. Nou, blijven we natuurlijk mee aan de slag gaan. Onveiligheid, criminaliteit, in ieder geval mensen die zich minder aan de regels houden. Dat zijn er ook nog wel redelijk wat. Dus ja, dat zijn wel dingen waar ik van... En ik zou heel graag willen dat mensen hier goed wonen. En niet in rare constructies met een veel te hoge huur en een kleine ruimte. Dan eventjes over jouw werk zelf. Wijkprocesmanager. Je moet het maar in chocoladeletters krijgen. Wat is jouw taak precies, Marcel? Daarom heet we tegenwoordig ook wijkregisseur. Dat is iets makkelijker. Nou ja, je bent de schakel eigenlijk tussen de mensen in de wijk, de gemeente, de professionals en het college eigenlijk. Hè? Dus je bent de schakel tussen verschillende mensen die er niet uitkomen in de wijk. Die vragen hebben, die denken hoe zit het met dit, hoe zit het met dat. Die kunnen altijd bij mij terecht. Maar andersom mijn collega's ook en zeggen, nou oké, ik ga een project doen in Oost. Hoe ga ik dat beste aanpakken? Met wie moet ik, waar moet ik terecht? Met wie moet ik praten? Check de wijkregisseur. Nou is het denk ik heel belangrijk als wijkregisseur om vooral onder de mensen te komen, toch? Zeker, daarom is dit ook een heel leuk feestje. Ik ben heel blij dat het gelukt is om dit te organiseren. Want hier is heel de wijk welkom en ik ben er ook. Even over de tentjes die allemaal staan. Er staan zoveel organisaties. Wat zijn bijvoorbeeld belangrijke en organisaties die het goed doen? Ja, ze doen het eigenlijk allemaal goed. Kijk, we hebben natuurlijk, het is een beetje zoals de wijk is. Hè? Je hebt de projectontwikkelaars, al die nieuwbouw die eraan zit te komen. Maar je hebt ook de brandweer, de politie, toezicht en handhaving. Ook niet onbelangrijk in deze wijk. Je hebt het verhaal rondom schoon. Je hebt de bewonersorganisaties die actief zijn. Je hebt heel veel sport en spel. We beginnen binnenkort, dat vind ik heel erg leuk, met FC Oost. Dus dan kunnen jongeren uit de wijk kunnen samen met Sparta een goede training volgen. Het belangrijkste om positief te worden en tevreden te zijn is denk ik dat de mensen die nu zeg maar onderaan de ladder zitten, dat je die wat extra handje voetjes hebt gegeven om die ladder wat hoger op te klimmen, zullen we maar zeggen. Dan denk ik dat je tevreden mag zijn als die mensen gewoon meer ruimte krijgen om zichzelf te kunnen zijn en niet in de klem zitten met allerlei vreemde constructies. Nou ga jij niet over de regering, maar er wordt flink bezuinigd. Gaat dat dan toch zijn impact hebben op zo'n wijk als Oost? Ik weet het niet. We hebben ook aan de andere kant, heeft diezelfde regering ook mogelijk gemaakt, dat het nationaal programma hier zit. En dat geeft me extra financiële ruimte. Ja, ook leuk natuurlijk wanneer je burgemeester een keer langskomt. U bent aan het verkennen in Schiedam. De eerste indruk die u van de wijk Oost hebt. Hartstikke mooi, dus niet alleen vandaag, maar dat was natuurlijk eigenlijk vanaf mijn start. Rondgefietst, gewandeld, met mensen gesproken, maar dit is natuurlijk wel even de kers op de taart. Dit mooie feest met een prachtige dag, mooi weer. We hebben een prachtige plek, groen, heel veel jong en oud hier. Ik denk dan is het ook echt een feest van en voor en door de wijk.